In de documentaire serie Radar Extra lieten we een jaar geleden zien dat er geen hard wetenschappelijk bewijs is voor de claim the lower the better als het gaat over cholesterol. Zieke mensen worden al behandeld, maar als je gezonde mensen kan behandelen, dat is natuurlijk echt briljant. Journalist Daan de Wit dook voor zijn boek De cholesterolmythe in de wereld van cholesterol en de industrie hierachter. Volgens hem zijn FH-patiënten een winstgevende doelgroep voor fabrikanten, omdat zij vaker de nieuwe PCSK9-remmers voorgeschreven zullen krijgen. Nou, als deze mensen gevonden worden, deze FH-mensen, deze 40.000 mensen, dan is dat toch goede handel voor de industrie. He, want deze mensen die worden eigenlijk maandelijks hebben die medicatie nodig. Het gaat om een spuit die 1 tot 2 maal moet worden gebruikt, elke maand weer. €240. Het idee dat hoe lager hoe beter, dat is gebaseerd op achterhaalde kennis, gebrekkige wetenschap en ook pure misleiding. In de Radar Extra over cholesterol wierpen we de vraag op of het verlagen van cholesterol hart- en vaatziekten voorkomt. Deskundigen blijken hier twijfels over te hebben. Er is in het geheel geen hard wetenschappelijk bewijs van the lower the better. Want dat moet blijken uit direct vergelijkende onderzoeken. En die zijn er niet? Er zijn onderzoeken gedaan, maar die tonen dat verband niet aan. Niet het hoge cholesterol, maar bloedstollingsafwijkingen veroorzaken mogelijk gezondheidsproblemen bij mensen met FH. Toch hoor je in Nederland weinig over deze theorie. Ondanks alle vraagtekens blijven ze hier het gevaar van cholesterol benadrukken. Er is zelfs een stichting opgezet om mensen met FH op te sporen. Hun oproepen verschijnen onder meer in artikelen in kranten. Stel je voor wat het met je doet als mens. Je hebt familie hypercholesterolemie en dan ineens lees je in de krant dat het gaat over tikkende tijdbommen. Dat wordt gesproken over een sluipmoordenaar die in je aderen rondzwemt. Ik zou me echt helemaal doodschrikken. In Nederland zou maar liefst 1 op de 250 mensen familiaire hypercholesterolemie hebben. Een paar jaar geleden werd in onderzoeken nog gesproken over 1 op de 500 mensen. Volgens onderzoeker Malcolm Kendrick is het aanpassen van dit getal nergens op gebaseerd, maar tactiek vanuit de farmaceutische industrie. And especially when you have a drug like a PCSK9 inhibitor that's very expensive and you have a small market, if you can double the size of that market, you can instead of making 1 billion you make 2 billion, instead of making 5 billion you make 10 billion. It's very straightforward. So yes, it's a game that's played. In de jaren voor 2014 is er een bevolkingsonderzoek naar FH, deels gesponsord door de industrie. Het bevolkingsonderzoek stopt en de stichting LEEF wordt opgericht. Een stichting speciaal voor de opsporing van FH-patiënten. 2014 is een opvallend jaar, dus dan is stichting LEEF opgericht. En dat is ook het jaar dat die PCSK9-remmers op de markt komen. En er speelt nog iets. 2014 is namelijk ook het jaar dat Barbara Stratmeijer meedoet aan een onderzoek naar de PCSK9-remmers. Ze reageert hier zo slecht op dat ze besluit te stoppen met dit middel, tot grote onvrede van haar arts. Ik was destijds bij dokter Stroes en dat was hoofdvaatchirurgie. En die heeft ook het middel, geloof ik, ontdekt, begrijp ik. En die zei eigenlijk van, nou, als jij dit middel niet neemt, dan zie ik jou over 2 jaar wel op de intensive care met een hartaanval. Dat heeft mijn leven ontzettend beïnvloed. Ik heb eigenlijk meteen mijn testament laten opmaken. En ik ben eigenlijk al mijn zaakjes gaan regelen voor het geval ik ineens een hartaanval krijg. Kwam hij met een andere oplossing? Nee, er is dan geen andere oplossing. Ik zeg, misschien komt er ooit nog een ander middel. Dan kijken we dan weer verder. De arts van Barbara was dokter Stroes. Erik Stroes is geen onbekende. Hij is ook voorzitter van Stichting LEEF. Volgens Daan de Wit heeft deze stichting warme banden met de farmaceutische industrie. Als je ziet hoe alleen al de medisch directeur van Stichting LEEF, Erik Stroes, op nummer 2 staat als best gesponsorde arts. En dan ook nog dat je dan ziet hoe veel geld er wordt gedoneerd door bijvoorbeeld Amgen, maar ook andere industrie aan Stichting LEEF. Dan zie je wel hoe ontzettend belangenverstrengeld deze organisatie is. Ook uit het directieverslag van vorig jaar blijkt dat Stichting LEEF van meerdere farmaceutische bedrijven donaties heeft gekregen. It's pretty obvious that when someone is profiting by making someone else fear their cholesterol, you need to think deeply about why they are giving you advice in one direction, when maybe it's only because they are profiting and they're not caring about your health. Uit onderzoeken naar PCSK9-remmers blijkt dat die ontzettend goed zijn in het verlagen van het cholesterol. Alleen is het verlagen van het cholesterol niet een deel van de oplossing. Het cholesterol zelf is deel van de oplossing, is een helende lichaams eigen stof. Als je dat naar beneden wil brengen, heeft dat helemaal geen positief nut.
Vorig jaar verscheen er een grote wetenschappelijke studie van 16 internationale wetenschappers die allerlei verschillende onderzoeken analyseerden over LDL en hart- en vaatziekten. De uitkomst was dat LDL geen hart- en vaatziekte veroorzaakt. We spreken twee van deze wetenschappers, de Amerikaanse onderzoeker David Diamond en de Schotse Malcolm Kendrick. Ze houden zich al jaren bezig met de rol van cholesterol en hebben ook gekeken naar mensen met FH. There was a study done in the Netherlands where they found that people with FH in general lived exactly as long as everybody else. So as I say, if you have a disease that has no symptoms, you live as long as everybody else on average. It's hardly a disease. People with FH actually have better health than the general population. And this is most clear when you look at the older FH people. People over the age of 60 are significantly less likely to have cancer or die of infectious disease. And in fact, their rate of death at age 70 to 80 is 40% lower than the general population. Volgens de onderzoekers hebben sommige FH-patiënten een bloedstollingsafwijking. En dit is mogelijk de oorzaak van een eventuele hart- of vaatziekte en niet het hoge LDL. I have seen as much as a third of people with FH develop coronary heart disease when they're young. And you see a strong correlation with these people to clotting factors and not at all to LDL. We're actually not treating them properly as well, because we're just saying it's all to do with your LDL. Well, it's not. We should be looking at their blood clotting factors, and we don't. And I think this is a real problem. Volgens de onderzoekers blijven veel Nederlandse artsen zich te veel vasthouden aan het idee dat cholesterol de grote veroorzaker is van hart- en vaatziekten. I've seen their strong advocacy for people to take statins. Now, anyone with high cholesterol or anyone with risk of heart disease, they've advocated for this. And so it appears to be a very strong advocacy for statins around the world, but with the Dutch promoting it even more aggressively. The worst thing in science is you become so attached to an idea, so unwilling to see anything else, that you are actually harming people because you're not looking beyond this single thing, which in this case is the wrong thing, you know. And that's not a good thing in medicine. Waar zit jouw cholesterol nu op? Dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Ik heb het daarna niet meer laten testen. Had ik gewoon geen zin meer in. Want ik word er zo zenuwachtig van. Al zou ik weten dat ik nu weer 10 heb, wat heb ik dan aan die wetenschap? In de studio Dick Bijl, voorzitter van de Internationale Geneesmiddelenbulletins. U maakt werk van een studie van het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeken. Welkom, fijn dat u er bent. Is er, als het gaat over FH-patiënten, bewijs voor the lower the better van het cholesterol? Nee, dat is er niet. Dat bewijs moet komen uit het beste onderzoek wat er is. Hè. Dat is het gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek. En op basis daarvan kun je goede conclusies trekken. En dat is ook de basis voor wat onze organisatie wil. Rationeel voorschrijven op basis van het beste wetenschappelijke bewijs. Beste, en dat is niet aanwezig als het gaat over deze patiënten. Nee. Onderdeel van de studies naar FH-patiënten was de theorie dat bloedstollingsafwijkingen een grotere rol speelden dan LDL-cholesterol. Heeft u daar ook naar gekeken? Ja, ik heb die onderzoeken bekeken. En de onderzoekers die ook net aan het woord waren, onafhankelijke onderzoekers, die hebben dat mooi samengevat, hebben een hypothese geformuleerd en willen dat verder onderzoeken. Ja. En dat lijkt me heel goed. Om dat verder te onderzoeken? Ja. Dat is nog niet volstrekt duidelijk. Nee, wetenschappelijk onderzoek moet het uiteindelijk aantonen. Ja. Ja. Natuurlijk hebben wij de heer Stroes, de directeur van Stichting Leven, uitgenodigd om hier te zijn, maar dat wilde hij niet. Wel was hij bereid om een reactie op camera te geven. Wij hebben ook een patiënt van u gesproken. Die wilde stoppen met haar medicijnen. En toen schijnt u gezegd te hebben van, nou, dan zie ik u over 2 jaar op de operatietafel met een hartinfarct. Waarom zou u dat gezegd hebben? Ja, het is altijd heel betreurenswaardig als patiënten teleurgesteld onze spreekkamer verlaten. En ik kan me ook best voorstellen dat ik misschien wat te direct of onhandig communiceer naar patiënten. Maar weet u, de reden dat ik dat doe is omdat ik heel veel patiënten zie die helaas hun medicijnen weer stoppen na 1 of 2 jaar. En eigenlijk als ze de medicijnen stoppen, gaat het LDL weer omhoog en is het risico dus weer hoog. Nou, zijn er onderzoekers die zeggen dat uit wetenschappelijk onderzoek geen verband is aangetoond tussen een hoog LDL en hart- en vaatziekten. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, het is altijd goed om open en eerlijk te kijken naar alle beschikbare gegevens. Als ik naar de afgelopen 20 jaar kijk, zijn er ongeveer 25.000 artikelen die illustreren dat het LDL belangrijk is voor hart- en vaatziekten. Het verhoogt het risico. Natuurlijk zijn er ook enkele papers die beschrijven dat dat niet zo is. Dat zijn er de afgelopen 20 jaar ongeveer 15. Dat houdt dus in, voor elke publicatie die zegt dat LDL niet belangrijk is, zijn er meer dan 1500 artikelen die beschrijven dat het wel belangrijk is. Als arts kunnen we helaas geen cherrypicking doen. Nou, blijkt uit heel veel onderzoeken dat FH-patiënten gemiddeld langer leven dan hun leeftijdsgenoten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het is leuk dat u dit aanhaalt. Dit is dus de cherrypicking waar ik het over had. Er is één onderzoek wel geteld, uit 2014 uit Noorwegen. Die hebben een bevolkingsonderzoek gedaan en die hebben gekeken, FH-patiënten leven die korter. Het grappige is, daar werden patiënten pas aangenomen in het onderzoek als ze 55 waren. En dat is heel erg naar. Ja, nou, meneer Bijl, 25.000 studies tegenover 15. Heeft Stroes daar een punt? Nou, ik denk dat Stroes hier, wat de Duitsers met een mooi woord noemen, bullshit aan het genereren is. Het punt is, 25.000 onderzoeken, dat zijn geen 25.000 gerandomiseerde onderzoeken. Wat je wilt, als je op basis van het beste wetenschappelijke bewijs de gegevens op een rij zet, dan kom je uit op 10, 20, 30, misschien 40 goede onderzoeken. En daaruit kun je conclusies trekken. De rest doet niet mee. En als je naar die conclusies kijkt van die onderzoeken, dan vind je niet het bewijs daar wat meneer Stroes zegt? Nee, dat bewijs is er niet. Nee. Dus de heer Stroes zegt ook dat het cherrypicking is dat FH-mensen langer zouden leven. Ja. Kijk, er zijn meer onderzoeken dan de heer Stroes zegt. Maar je moet natuurlijk, wil je dat goed onderzoeken, een goede vraagstelling formuleren. En dan moet je alle onderzoeken erbij zoeken die daarover gaan. En dat doet hij niet. Nee. Nee. De Stichting Leef claimt dat je 8,5 keer meer kans hebt op een hartaanval als je jong bent als je FH-patiënt bent. En dat je met een goede behandeling, lees ook medicijnen, 11 jaar aan je leven kunt toevoegen. Wij vroegen om bewijs daarvan. Ze hebben ons toen 4 onderzoeken opgestuurd waaruit dat zou blijken. Die hebben wij aan u gestuurd en u heeft daar voor ons naar gekeken. Wat heeft u daaruit opgemaakt? Nou, ik heb daaruit opgemaakt dat het gewoon niet volledig is. En als hij het heeft over cherrypicking, dat is dat het verwijt aan hem. Dat doet hij. Dus je moet een goede vraagstelling hebben, alle onderzoeken erbij zoeken en dan het bewijs op rij zetten. Maar veel belangrijker is, deze gegevens over lange leven en zo, dat moet je halen uit gerandomiseerd onderzoek. Zoals ze dat ook met de statines hebben gedaan bij mensen met hart- en vaatziekten. Juist. Juist. Dan vinden ze niet de resultaten die ze claimen. Precies. Ja. Ja. Natuurlijk vroegen wij de heer Stroes ook naar de Stichting Leef. En of zij onafhankelijk kunnen zijn als zij ook geld krijgen van de farmaceutische industrie. Er komen donaties binnen vanuit de farmaceutische industrie. Snapt u wel dat mensen daar dan vraagtekens bij zetten, bij die onafhankelijkheid? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want er is natuurlijk heel veel aandacht voor. Ik kan u alleen het volgende vertellen. Stichting Leef heeft niets te maken met de behandeling van FH-patiënten. Ze schrijft geen enkel geneesmiddel voor. Het geeft ook nooit, Stichting Leef geeft nooit een advies over welk medicijn gegeven moet worden. Ik ben directeur van Stichting Leef. Stichting Leef krijgt donaties vanuit de farmaceutische industrie. Heeft u er dan belang bij om dat soort medicijnen voor te schrijven? Nee, wij hebben geen belang bij het medicijn voorschrijven. Wij hebben maar één belang. Het belang vanuit Stichting Leef, het opsporen van mensen met een hoog LDL-cholesterol in FH-families die het nog niet weten. Want ze hebben een recht om het te weten. En het tweede belang van mij als arts is, als ik dan een patiënt zie die een sterk verhoogd LDL-cholesterol heeft, die een sterk verhoogd risico heeft om op jongere leeftijd een hartinfarct te krijgen, dan heb ik één belang. Ik wil het LDL-cholesterol verlagen, zo laag als kan. Ja, Dick Bijl, er zou geen sprake zijn van belangenverstrengeling volgens de heer Stroes. Want ze sporen alleen maar FH-patiënten op, maar behandelen die niet. Kunt u die redenering volgen? Nee, daar snap ik helemaal niets van. Je spoort iets op met als doel natuurlijk om mensen beter te maken, te genezen, zo mogelijk. En niet, ik kan me niet voorstellen dat er één arts of één farmaceutisch bedrijf is dat alleen maar zaken wil opsporen. Nee, mensen worden daar ook mee angst aangejaagd natuurlijk door die opsporing. Hè? Tikkende tijdbommen. Ja, dat vind ik ook een heel kwalijk aspect van wat Stroes daar naar voren brengt.
Hij zaait angst bij mensen, maar heeft daar geen goede behandeling tegenover gezet. En dat is buitengewoon schadelijk. Ja. Niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor andere artsen en patiënten. Want die kunnen dat niet verdedigen. Nee. Nou, hier zullen we het voorlopig even bij moeten laten.